Minister Edgar Dikan vindt het belangrijk om het juiste evenwicht te vinden tussen het vergaren van rijkdommen en het beschermen van het binnenland. Dit zei de minister bij de lancering van het project Matawai's Duurzaam Landschapsbeheer in het Lalaroek-gebouw op vrijdag 15 februari. Het is belangrijk dat elk gebied ontwikkelingskansen krijgt. Suriname is uniek met 93% van het territorium dat bedekt is met bos. De inheemse en tribale volken zijn de beste beschermers omdat ze over de kennis beschikken om het bos te onderhouden. Het doel van het Duurzaam Landschapsbeheerprogramma is het duurzaam beheren van het natuurlijk kapitaal. Aan dit project zullen 10 dorpen aan de Boven-Saramakka-rivier participeren. En het project duurt 2 jaren.